van Don Lewis. Het is 2-0 verlies. Het is eigenlijk nooit echt een wedstrijd geweest, volgens mij. Ja, ben ik eigenlijk niet mee eens. Ik bedoel, de eerste helft het zeker begonnen niet goed. Krijgen we eigenlijk na 20 seconden bijna een tegendoelpunt. Toen kon ik hem nog goed van de lijn pakken. Uiteindelijk door fouten van ons. Als je de tweede bal wint in Ajax, bij Ajax in de Arena, dan moet je zorgen dat je de bal in de ploeg houdt. En, we wouden te vaak de bal in één keer spelen, waardoor foute beslissingen werden gemaakt. En dat Ajax in omschakeling gevaarlijk kon zijn. Uiteindelijk komen daar twee doelpunten uit. En ik denk wel gewoon in de tweede helft dat we wel gewoon hebben gevochten. Natuurlijk, het kwam dan niet uit in de laatste fase van de wedstrijd. Maar we hebben wel gewoon ons mandjes gestaan en gezorgd dat we de schade konden beperken. En dat is de tweede helft wel gebeurd. Ja, maar dan noem je het inderdaad schade beperkt. Het is niet dat je echt een kans hebt gehad om hier een resultaat in een gelijkspel of een winst te halen. Nee, dat zeker niet. Ik bedoel, we hebben in de tweede helft in de kleedkamer in de rust, laat maar zo zeggen, in de rust besproken met elkaar dat we de schade beperken. Compact blijven staan en vanuit daar druk gaan zetten op het juiste moment. En ik denk dat het een aantal keren goed was gegaan. Maar het had al veel eerder in de wedstrijd moeten gebeuren. Als je die beginfase kijkt, je zegt al van ik haal hem een keer van de lijn. Daarna ook nog een doelpunt afgekeurd buitenspel. Ze kwamen heel erg sterk uit de stap. Zijn jullie daar een beetje van geschrokken misschien? Nou, ik denk het niet. Kijk, tuurlijk, je begint niet goed aan de wedstrijd. Maar je weet dat Ajax gewoon een tandje hoger is dan Willem II. En daar moet je voor waken. Je moet wel gewoon zorgen dat je als je de bal hebt, dat je zorgt dat je de bal in de ploeg houdt. En dat was de eerste helft gewoon matig. Tweede helft was beter. We hadden de bal meer in de ploeg, ga je zelf voetballen. Kom je een paar keer goed door via het middenveld. Ja, en dan moet je zorgen dat je kansen kan creëren. Alleen, weet je, je probeert wel wat. Alleen, het kwam vandaag niet goed uit. En we hebben wel gewoon in de tweede helft, denk ik wel... weerstand getoond en dat is wel het belangrijkste. Heeft dat misschien ook iets te maken met dat Ajax een stapje minder doet met in het achterhoofd misschien bij Fika? Of heeft dat vooral met jullie te maken dat jullie ervoor vochten? Is moeilijk te zeggen. Ik bedoel, je weet, Ajax is gewoon een goede ploeg. Ik denk dat samen met PSV een van de tenminste twee beste ploegen dit seizoen zijn van de Eredivisie. En dan weet je dat je gewoon zo lang mogelijk de nul moet houden. En wat ik net ook zei, uiteindelijk krijg je wel vrij snel twee keer tegendoelpunt. Dan ga je rusten. En hadden we gewoon tegen elkaar gezegd, luister jongens, we gaan gewoon compact spelen. En laat Ajax maar het spel maken. En vanuit daar juist een moment druk gaan zetten. En daar hebben we de tweede helft beter gezet met coaching, onderling, met verdediging, middenveld. Waardoor iedereen... Kijk, de eerste helft ging eigenlijk een man volgen en niet overgeven. En als je een man gaat volgen, dan komen andere mensen vrij. En dan ga je andere dingen doen dat er gevraagd wordt. En in de tweede helft gingen we mensen overnemen. En dan zie je dat Ajax het eigenlijk ook niet weet. En dan gaan ze fouten maken. En je zag uiteindelijk ook aan het publiek dat zij een beetje gingen morren. En dat is de compliment aan ons. Alleen, dat had al veel eerder moeten gebeuren in de wedstrijd. Je neemt dan vooral die tweede helft mee. Maar vrijdag telt er volgens mij maar één ding. Maakt niet uit. Het maakt niet uit hoe. Maar er moeten 3 punten gepakt worden in Zwolle. Ja, zeker. We weten wat de ding is, de belang is van deze wedstrijd. Je weet als je naar Ajax komt dat het een moeilijke wedstrijd is. Dat je kan verliezen. Maar goed, de vrijdag staat gewoon een belangrijke pot. En de kans is ook gewoon dat je kan winnen van Zwolle. Dat is zeker vrijdag het geval dat we vrijdag gewoon de 3 punten moeten pakken.